Studio Het Hof. Vandaag ga ik voor jullie een speciale buikspiersessie opnemen. Het is echt buikspieren, alleen maar buikspieren, heel veel buikspieren. En we hebben verschillende posities, verschillende bewegingen erin zitten. En ik moet erbij zeggen, het is best een pittige oefening. Dus mocht het nodig zijn, ga voor opties. Ga voor een korte pauze tussendoor. Wat jij nodig hebt om toch op een veilige manier deze buikspiertraining te doen. En dan hoor ik eigenlijk dat je misschien in de loop van de tijd dat je de oefening doet, misschien wat langer hier elkaar vol te houden. Er zitten hier en daar wat bewegingen in die misschien nieuw zijn, misschien wat lastig zijn. Dus die ga ik heel even met jullie doornemen voordat ik echt met de oefening ga beginnen. We hebben, voor degenen die hem niet kennen, de mountain climber. De mountain climber, die staat op handen en voeten. Die kan ook op handen en knieën hoor, maar ik laat hem eerst op handen en voeten zien. En je strekt dus gewoon, je zo staat in die plankpositie, maar dan op handen en voeten. En je trekt één knie schuin voor je borst. Is gewoon een rustig tempo, dat scheelt. Stel dat dit te zwaar is, ga op je knieën, alleen dan wordt het lastig om voor je borst langs te trekken. Dan beweeg je naar je elleboog. En dat is de optie voor je mountain climber. Dan hebben we de plank up and down op handen en knieën. Ziet het er zo uit. En bovenin wissel je dus van arm. Yes, dus is gewoon met je elleboog op je handen. Op je voeten gaat hij gewoon dus in deze positie. En is hij echt wel een aardig stukje zwaarder. Dus kies gewoon voor wat voor jou nodig is. Dan heb ik wel een bekende, de pointer. Wordt heel vaak in een rugspieroefening gedaan. Maar kun je ook gebruiken als een balansoefening en een spanning in de buikspier. Dus dat zie je op je rechterbeen, je linkerarm. Die combineren wij met een bear knee tap. En die gaat als volgt. Dus je haalt je knieën van je matje af. Dus je staat op het puntje van je tenen. En dan tik je met je hand je tegenovergestelde knie aan. Zonder dat daar heel veel beweging komt in je lichaam. Dus probeer die. Als dat helemaal niet zou lukken, blijf je maar lekker in de pointer. Nou, dan hebben we gewoon de hip drops. Die mag op handen en voeten. En dan ga je gewoon in een rustig tempo, in een tweetal tempo naar beneden. Die wisselen we af. Rechts en links. Word je te zwaar. Zet hem op je ellebogen. En je knieën. Kun je zelf beweging maken. Op de ellebogenkant hier natuurlijk ook op de voeten. Is één stapje lichter dan op handen en voeten. En één stapje zwaarder dan op de knieën en de ellebogen. Die wordt gecombineerd met side plank. Die kennen we allemaal. Oké. Dat is al het nieuwe. Al het meest lastige. Zit er nog iets in? Even spieken voor jullie of dat er nog in de rugweer iets in zit. Ja, goed, inderdaad. Daar zit ook nog wat. We hebben flutter kicks. Dus je ligt op je rug. Je benen zitten recht boven je heupen. En dan heb je alleen maar, we kennen hem wel vanuit de rugoefening. We hebben hem eigenlijk nog niet bovenin. Maar kant hij ook naar beneden. Naar een diagonale positie. Ja, dan zoek je nou een comfortabele hoogte uit, zodat je dit nog kunt volhouden. Nou, we hebben een bicycle. Dat is gewoon in te draaien. Ja, dat is wel bekend. En we hebben de deadlifts. Dat zijn de armen boven je hoofd, boven je borst houdt. Op het moment dus dat je één ding strekt, krijg je de tegenovergestelde arm naar achter. Met moeite om je ene achterhoofd in te helpen, want je wil eigenlijk heen. Dat is verkeerd opdaags. Hij is vanuit dat bovenbeen, dat je dan dus, zeg maar, gaat strekken en je andere arm mee omhoog brengt. Lukt het met die armen nog niet helemaal? Dan gaat het een beetje verkeerd, maakt niet uit als die benen maar doorgaan. Dat is de focus. Oké, goed. Mocht er nog iets tussendoor komen, dan zie je dat vanzelf. Maar voor nu heb ik denk ik het meest belangrijke al uitgelegd. Oké, dan gaan we echt starten. Dus
Stel dat je nu de oefening al een paar keer gedaan hebt, je hebt die uitwerking niet meer nodig. Ga een stukje verder en het zit erin, dat kan wel. En start gewoon bij, op het moment dat wij de oefening starten. Dus we gaan beginnen op handen en voeten. Optie op de knieën. Dus als je met jezelf al weet dat je niet vol gaat houden, ga meteen op je knieën. Oké, zet je voeten aan de grond. Handen onder je schouders gaan starten. We lachen nog handen klaar. Dus trek in, trek zet neer. Wissel. Dus in en uit. In en uit. Twee keer. Plek up en down. Dus op, op, hoog en wissel. Laag, laag, op en wissel. Laag, laag, op en wissel. We doen alles 8 keer. En daarna herhalen we nog 1 keer. En na die herhaling gaan we door naar de volgende serie. Oké. De laatste maal. En dan krijg je mountain climber. Trek in. In. Zet neer. In. Zet neer. Gaan door. 4 keer. Laatste 2. Oké. Plank. Up and down. Laag. Laag. Op. Wissel. Wissel. En wissel. Nog 4 keer. Hou je buikspieren aangespannen. Optie. Stap je lichter. 2 keer. Dit is je laatste. Oké. Los. Dan heb je korte pauze. Om je knieën op je heupen te zetten. Handen onder je schouder. Oké, okay, hier zijn geen opties mogelijk. Dus als die derde tips te groot of te zwaar worden, blijf in je pointer. Relax. 2 tellen. En we stuk los. Uit. Uit. In. En in. En als we hier in komen, gaan we gewoon het tempo pakken. Dus uit. In. Uit. In. Hou je balans. En je til op, achter je been tot schouderhoogte. 2 keer. Oké, breng je voeten. Aan de grond knieën op je heupen, tik aan. Tik aan. Yes. Dus hier heb je de knieën een klein stukje boven je matje. Nog 2 keer. Terug naar je pointer. Zet neer. Strek uit. 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 2 keer. Oké. Berry taps. Tik aan. Tik aan. Twee keer. Oké. Probeer nu een lady pointer met rechts. Uit. In. Je hebt een lange balans nodig. Nu even niet meer neerzetten. Ga door. 4 keer. En dan ga je meteen door naar de Bernie Taps. Knieën in je matje. Tik aan. Tik aan. Vier keer. Laatste 3. Knieën aan de grond. Alleen die linker pointer. Uit. En in, uit, in. Je linkerarm, rechterbeen. Of alleen je linkerbeen en je rechterarm, hè. Ligt eraan hoe je begonnen bent. Oké, op je voeten, knieën weer matje. Ja, niet taps. De laatste keer. Hou vast. Niet te veel beweging in dat lichaam brengen. Je moet natuurlijk iets corrigeren, hè. Want je steunt maar op 1 hand. Laatste 2. Oké, en los. Goed. Kies voor jezelf. Of dat je op je voeten gaat staan of op je knieën. Ik kan me voorstellen dat die armen wel een beetje moe worden. Dus eventueel op je ellebogen en op je knieën. 2 tellen hip drops. Ik pak hem heel op de knieën mee.
twee setjes doen. Kun je kiezen voor één zware setje en één voor één dichte setje. Oké, ga door. Laatste keer. Oké. En dan draai je door. En kom je in korte positie. Verkeer je binnen die arm er ook in. Wil je nog een optie zwaarder? Gaat je been omhoog. Nog 4. 3. 2. Draai terug. Oké. Hip thrust. Doe van beneden. Omhoog. Laag. En op, laag, op, laag, op, ga door, 4 maal, 3, nog 2, laatste, dan moet je heel even de rug naar jullie toe, maar je gaat naar je side plank. Of op beide voeten, of één knie gewoon aan je matje, dat is je optie ietsje lichter. Als je kunt, til je bovenste been op, tot in het verlengde van je bovenlichaam. Nog 4 tellen. 3, laatste 2, oké, terug, in het midden, ga naar rechts, en midden, ga naar links, en midden, probeer je ellebogen op je schouders te houden, maar die schouders zitten te veel naar je oren te trekken, dus laat zakken, til op, laat zakken, til op, nog 2 keer, de laatste, doordraaien naar rechts en planken. Stel dat je op je voeten doet en hij is te zwaar om de bovenste been op te tillen, hou je beide voeten gewoon aan de grond. Oké, nog 4, 3, terug je elleboog, hip drop links en rechts en links. Adem door, dit is je laatste serie. Oké, nog 4, 3, 2, laatste keer doordraaien, op knie of voet. Sta je op je knie, dan is het vaak wel mogelijk om de bovenste been op te tillen voor een hele sterke onderbos. Kan dat dus ook als je de voeten aan de grond hebt. Nog 4, 3, 2 en laat los. Oké, dames. En misschien ook wel heren, hè, deze sessie was een prima oefening voor de heren. Draai het op je rug. Eerst in de wilde zit erop. We gaan voor de rugligging. Beginnen met de rechterbuikspieren. Even het voelspiepuntje aan de andere kant. Oké, enkel op. En de bovenkant voor de buiten. Handen achter je hoofd. Licht ondersteunen. Trek je navel in. Je onderrug aan je badje. Zweet erop, zweet er weer. Op, op, en weer, en weer. Je gaat met de zweet omhoog. Knieën gaan omhoog, om en om. Om en omlaag. En twee tellen naar beneden. Oké, dus op, op, hop, hop. Laag, laag, twee naar beneden. Dus ook hier zit een beetje beweging met de benen. Toch nog weer dat stukje onderbuik. Want die komt in deze beweging. Toch nog weer aardig terug. Maar ook in de schouderbuik hier volgens mij ook niet terugkomen. Oké, dus op, op, hop, hop. Laag, laag, neer. En neer nog één keer. Op, op. Weer gaan we op. Rechtbogenheuven. Twee naar beneden. Alleen twee tel op. Twee tel neer. Op in twee. En los in twee. Op in twee. Terug in twee. We blijven in die twee tellen, dames en heren. We gaan meteen boven in. Vier klein. Dus klein. En dan staan we los. Dus klein. Klein. Rustig omlaag. Boven in. Thank you.
2. In 2 naar beneden. 2 halen. Eindje boven. 4 kleintjes. 4. 3. 2. 2 naar beneden. 2 kan omhoog. 4 kleintjes. 4. 3. 2. 2 los. En 2 op. Laatste keer. 4. 3. 2. 2 naar beneden. 2 kan omhoog. En dan terug naar meteen 2 klein. 2 kan omlaag. Langzaam los. Dus 1. 2. 1. Haal uit als je naar boven gaat. Haal in naar beneden toe. En uitgaan in de hoek. Ik ga op je neus. Langzaam omhoog. 2 tellen. Op. Op. Neer. En neer. 4 maal. Laatste 2. Enkel door. En stop. En keer. We blijven die enkele dagen hier, maar de benen gaan er richting op de boven je heupen. Op en neer. En dan gaan we dus na de beweging tot de pundels. Je begint bovenin. Dus je mag je bovenlichaam iets kunnen wat je houdt. En dan ligt de pundels. Pundelen. 4, 3, 2, breng hem naar de diagonaal. Hou daar vast. 4, 3, 2 en 4 naar boven. Stel dat het voor je nek in de schouder te zwaar wordt. Leg je bovenlichaam 4 wel meer. 4, 3, 2, ga naar de diagonaal. 4, 3. Hou vast. 4, 3, 2, 4. Boven je heupen. Cycle tempo in en uit. Dus je draait met je elleboog op je schouder, maar je vinger op je snelle knie. 4, 3, 2, knie blijft op je heupen, bent bus. Uit. Heel mooi, dit was het voor deze serie.
dames en heren. Smaak even lekker lang van je vingertoppen tot je tenen. Strek je rechterbuikspieren even lekker uit. Blijf goed door, blijf ademen. Inbloedingen, diep onder je buik. En ontspan. Doe je schuimbuikspieren, zet je voeten lekker even aan de grond. Leg je knieën naar één kant. Breng je hoofd even naar de andere kant. Heel snel in ons sportcentrum. Tot ziens!